jazz, Jan. What? Talk dirty to me. Jason Derulo. Dit is Breda Nu Radio. Dit is Nakpraat. Oh, dit is een muziekje in ieder geval. We hebben net uitgebreid elkaar voorgesteld. Elkaars week een beetje besproken. Nu de wedstrijd, hè. Ajax-Nak. 4-0. Duidelijke cijfers of niet? Ja. Ja, duidelijk. 4-0. 4-0. 0, ja, 4-0 inderdaad. 2-0 bij rust. Nak leek in het begin nog aardig mee te kunnen. Zeker een half uur doelpuntloos. En vanuit Nak oogpunt is dat best behoorlijk. Zeker de manier waarop dat Ajax speelde. Ja. En ik moet zeggen, het is... er wordt heel veel eer toegedicht aan Ajax. Hè. Het was een fantastisch speelde en alles lukte. Maar ze kregen ook alle ruimte van Nak op een gegeven moment. En Nak maakte ook... Ja, ook stomme fouten, mag ik zeggen. En dan is Ajax, heeft dan de kwaliteit om elke fout goed af te straffen. Ja. En vooral Ajax had het geluk dat Davy Klaas op het moment heel erg in vorm is. En die wist de ballen er prima in te prikken. Die had er 3 doelpunten achter elkaar. Bijna een onvervalste hat-trick. Hij had 2 doelpunten achter elkaar in 1 helft. En in de tweede helft maakte hij het ook het eerstvolgende doelpunt 3-0. Maar de manier waarop dat die doelpunt tot stand kwam, dat was eigenlijk best wel pijnlijk. Hè? De eerste 2 doelpunten kwamen eigenlijk door balverlies. Hè? Perica die was aan het mee verdedigen. En op eigen helft. En die deed dat zo. Die leverde de bal eigenlijk gewoon in. En daardoor daar rolde een tegenaanval uit. En Ajax kon scoren door Davy Klaassen. En Seuntjes, bij 2 doelpunten was die ook niet helemaal vrij uit. Die deed ook iets heel stoms. Ja. Naar binnen toe, naar het middenveld, naar binnen toe terugkoppen. En dan ook weer in de voeten van een Ajax voetballer. En die konden zo de 2-0 maken. En de tweede helft was eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Let goed op. Steek je poot op tijd uit. Doe iets. En dan viel de verdediging ook wat te verwijten. En dan loopt eigenlijk vrij vlot uit naar 0-4. Ik vond een beetje hetzelfde euvel wat Nak aan het begin van het seizoen had. Dat ze de centrale verdediger op te veel afstand van hun spits aan het verdedigen waren. En dat ik tegen Ajax ook een beetje. Ik zag de gasten ballen aannemen. Ik dacht van steek er nog maar een sigaretje weer van je op tijd zat. Precies. Dat had ik het gevoel een beetje. Ja, dan hoeft natuurlijk. Kwakman die is natuurlijk ook niet de snelste verdediger. En die is van origine een middenvelder. Dat is zo regelmatig is dat te zien. Ja. Maar hij komt redelijk uit de voeten in het stadion, in de verdediging. Hij mist dan af en toe een beetje het inzicht van ik moet daar op tijd staan. Zeker het derde doelpunt, als je dat nog een beetje voor de geest kan halen. Het was niet eens een mislukte buitenspelval. Ja. En een buisje staat te wijzen. Ja, 4 verdedigers van Nak op een rij. Davy Klaassen ziet een dieptebal aankomen en die rent die 4 verdedigers voorbij. Kwakman die kan alleen maar in de lucht kijken en die weet niet waar Davy Klaassen loopt. En Davy Klaassen was de 4 verdedigers alweer voorbij. Die kan de bal vrij aannemen zonder problemen. En die schiet hem naast Ter Rouwelaar. 3-0. Ja. Dat zie ik niet heel vaak gebeuren. Dat de speler... Ja, kijk, Davy Klaassen is in vorm. Kan je niks voor zeggen. Die is dan snel. Maar hij wist wel heel vlot te profiteren van wat statische opstelling van de verdediging. Wat vind jij, Maarten? Was Ajax zo goed of Nak zo slecht? Ja, Nak was zeker zo slecht. Okay. Ik vind het frappant elke keer als je naar een uitwedstrijd zit te kijken. Het lijkt wel of Nak de enige ploeg in de hele Eredivisie is die er gewoon nooit een wedstrijd van maakt. Dus je van het weekend weer wedstrijden ziet. Je ziet ADO bij Groningen. Er worden gewoon wedstrijden Vitesse gemaakt. Vitesse bij PSV. Ja, ja oké, okay, maar dat is misschien net wel anders. Want dat zullen we dan zaterdag wel weer zien. Maar ook de onders die maken er gewoon een wedstrijd van. Of Zwolle, Go Ahead, ook zo'n voorbeeld. Er wordt gewoon een wedstrijd van gemaakt. En natuurlijk is Ajax sterker. Maar ik heb ook wel eens gezien dat ze daar wonnen. En niet dat ze de kwaliteit hebben om dit moment van Ajax te winnen. Maar ja, iets meer tegenstand. En dat is in heel veel wedstrijden. Dus daar moet iets zijn waarom een thuiswedstrijd wel helemaal voor kunnen gaan. En een uitwedstrijden. Ja, het is, ze worden gewoon rondgeleid in de arena. En dat is elk jaar zo. Gewoon een steltje dagjes mensen van kijk deze hoek en weg de bal. En ik weet bijna zeker, zo gaan ze echt de wedstrijd niet in. Nee, natuurlijk niet. Ze zetten echt wel een beste beentje voor de eerste half uur. Maar de kopjes gaan alweer zo slap meteen hangen op een of andere manier. Op het moment dat ze op achterstand komen. Dan raken ze ook weer, 1-0 achter. Meestal hebben we dan nog de veerkracht, maar dat zat er op dit moment ook niet in. En dan komt er toch iets, zijn ze toch geïmponeerd of zo door dat Ajax dat zo vlot combineert. En daar zo rap de fouten afstraft dat daar ook de schoutjes gaan hangen van gaat er vandaag niet meer worden en laten we dit maar afspelen en naar huis gaan. Ja.
Snel vergeten zo'n wedstrijd. Ja, ja, absoluut. Maar ik denk dat het toch wel taak is voor Goodell om dit eens echt te analyseren. Want het is niet de eerste wedstrijd. Hè. Er zijn al redelijk wat wedstrijden gespeeld waarin NAC gewoon de figurant is. En je in de media niet voor niks het een beetje het lachertje bent. Nou, en grapjes over gemaakt worden. En, van der Gijp zegt alles van last om tegen NAC voetbal om de vorm een beetje. Dat doet best wel pijn. Ja. Ik zat zondag Studio Voetbal te kijken en maandag Voetbal International. En, ja, daar zit je eigenlijk weer op zo'n opmerking te wachten. En dat gebeurt dan gelukkig niet, maar je roept het wel over jezelf af. En dat is gewoon echt niet leuk. En bij Ajax waren ze ook niet echt verrast, hoor. En ik heb me dood zitten erger. Niet zozeer aan NAC, maar aan Ajax eigenlijk. Ik zat met een paar vrienden, zaten we op de hoofdtribune. En het mooie was waar. Zoekarde bij Ajax, toch? Nou ja, dan kom regelmatig. Nee. Ik was op uitnodiging, we hadden een paar leuke kaarten. Ik zat letterlijk 6 rijen achter Frank de Boer, achter de dugout. Okay. Dus we hadden prima zicht en het is al de houten met toten. Het is dat die kerel net te lang is, anders had ik van de Sar nog even een tik tegen zijn oren kunnen geven, zo tegen zijn flappies. Dus we zaten best wel leuke plekken. Maar daarna, dus in de rust, kwamen we daar in een lounge terecht. Met al die houten met toten en het was niet aan af te lezen dat ze met 2-0 vol stonden. Want de enige die een beetje schik hadden en een beetje stonden te lachen en een glimlach op de mond hadden, dat waren wij met z'n drieën. Ja, het is zuur. Ja, zure smoelen, ja. Mm-hmm. Nou, dat is ook wel echt een kaart Amsterdamse accent. Ja, Amsterdammer. Misschien stond hij er ook wel tussen. Een beetje een thuiswedstrijd voor hem natuurlijk, hè, in de arena. Nee, maar het is kijk, het is geen... Zelfs als je in de arena komt, dat is misschien ook een van de redenen dat de uitwedstrijd bij Ajax de laatste jaren zo slecht bezocht wordt door NAC-supporters. Oké. Okay. Ja, het is. Ja, je hoort er in een. Zakelijk. Ja, zakelijk. Iedereen zit er een beetje een vlaggetje te zwaaien. De tee-off-beleving. Zit niet echt. De voetbalcultuur zit dat niet echt in dat stadion. Terwijl Ajax ieder die vlaggetjes fantastisch vindt. Ik vind het ook drie keer niks. Het is niet dat ik echt een hekel aan Ajax heb, zoiets door. Maar het is, ik krijg wel elk jaar meer de bevestiging van dit nooit bij NAC. Op deze manier. Vind ik een mooie afsluiting. Ja. Zometeen gaan we praten over het nieuwe boek over Leonardo. We gaan zelfs de schrijver even bellen. We gaan een prangende vragen stellen, denk ik. Tot zometeen. Dit is Doc Sas, Breder Nu Radio. Goedenavond.